Daarnet stond hij nog met Fellaini pruik en Rode Duivels t-shirt in de barn, maar nu hier gewoon helemaal naast mij Milo. Milo, het was eigenlijk gewoon een thuiszegen. Hè? Ja, het was super tof. Het is grappig, omdat we het hadden over het verschil tussen de mainstage en de barn. Ja, ik zal nooit vergeten, ik ben ooit Weezer gaan kijken in de tent. Ja. En ik weet nog, de eerste wat Rivers Cuomo zei toen hij opkwam was van: "Who's playing on the good stage?" Dat gezegd zijnde, ik ga niet akkoord. Ik vind de mainstage niet per se de good stage. Ik echt, de barn is mijn favoriete podium hier. En het was echt geweldig. Mijn enige concert deze zomer. Dus op voorhand denk ik wel even van, ja, dat moet hier wel goed zijn. Maar het was eigenlijk, het is super geweest. Ja, ik kan me best wel voorstellen, het is een beetje jouw achtertuin hier. De festivalweide van Werchter. Toen je 13 was, ben je hier Pink Floyd komen kijken. Je eerste optreden. Dus als je dan hier dan staat, nog maar eens op Werchter. Is het nog altijd zenuwen tot en met, van boven tot beneden, kippenvel? Maar ik ben veel minder zenuwachtig voor concerten nu dan dat ik een paar jaar geleden was. Maar dan neemt niet weg dat ook Werchter de zenuwen toch altijd wat groter zijn. Dat is gewoon zo. Al is dat maar voor het simpele feit dat mijn broers hier zijn, een aantal van mijn vrienden. En dat is gewoon altijd spannender. Je kunt soms beter zijn ver van huis en als niemand kijkt, niemand dan is kent alles je. Super. Want dan ben je kei ontspannen en nu is het toch wel wat meer een beetje met die stress. Maar favoriete van alle 5 keren was vandaag mijn favoriete. Met Belgische trots natuurlijk ook op het einde. Die pruik en de t-shirtje, dat lag waarschijnlijk al de hele tijd klaar. Wow, hele tijd. Het was gewoon iets dat ik vandaag besefte. Ik ben zoals de meeste Belgen heel hard de Rode Duivels aan het volgen. En heel hard aan het meeleven. En ineens kwam hij mij op het laatste nummer. Een costume change. Dat is mijn eerste costume, misschien mijn laatste ook. Maar mijn eerste costume change dat ik ooit gedaan heb. Tijdens een concert. Dus ik spurt na het voorlaatste nummer, You and Me, naar de kant. Want ik wou ook niet dat mensen denken dat het gedaan is. Ik ga daar, ik doe mijn hemd uit, ik doe mijn jersey van de Rode Duivels, plus die pruik van Fellaini. Ik loop terug en eigenlijk moest ik dan zelfs niks meer uitleggen. Ja, dat is cool. Iedereen had meteen door wat de referentie was en dat was tof. Dat was een heel, daar ga ik nog lang op kunnen terugdenken. Okay. Om af te ronden, pronostiek voor zaterdag. Met hoeveel winnen de Belgen? Aan iets anders denken we niet. 3-1, België. 3-1. Ja. Goals van? Goals van Lukaku en 2 keer Hazard. Ja. Dankjewel en veel succes. Merci. Cool.